markteconomie is een organisatie die die verbinding centraal staat. Centraal staat tussen de kunstenaar en de ondernemer. En we zien dat dat allerlei vormen aanneemt. En op die manier doe je een serieuze ingreep in die bedrijfscultuur en maak je die bedrijfscultuur duidelijk voor de ondernemer en voor de medewerkers. De kunstenaar en het proces die daar rond loopt, niet alleen de kunstenaar, maar het proces, is eigenlijk een spiegel dat je voorgehouden krijgt als ondernemer en als medewerker van het bedrijf. We hebben zoveel mogelijk geprobeerd van verschillende afdelingen met elkaar te doen functioneren. Wat dat spijtig genoeg wel weer niet gelukt is, dat we hadden gehoopt van magazijn en bureau van dat samen te doen, dat was moeilijk. En dat is hier in dat bedrijf gebeurd. De ondernemer heeft inderdaad een aantal van die spiegels goed bekeken en gezegd, ik wil dat en dat op een andere manier gaan doen naar de toekomst toe. Het is werkelijk een verleggen van alle geëikte elementen in het bedrijf. Dat hele proces verliep nogal stroef, vooral ook omdat in het bedrijf zelf nogal een cultuur bestond dat alles gecoacht werd van hoger hand en dus mensen hadden het gevoel dat ze niet genoeg inspraak hadden. Op die momenten zie je eigenlijk wel zaken loskomen. Ja. En ook heel het proces van in het begin eigenlijk, van oké, het enthousiasme om eraan te beginnen en dan de terugval, maar dan dat er toch de drive erin zit van mensen van toch iets willen bereiken en resultaten hebben. Ja. Iedereen heeft natuurlijk in het begin ja gezegd, we gaan meedoen. Ja. Maar ik denk dat dat natuurlijk een beetje is voor de schone ogen van uw zaakvoerder of van uw baas, van oké, we gaan eraan meewerken. Ik had er al gewoon in het begin. De keuze van de kunstenares of van de kunstenaar is heel bepalend voor de drang en de dynamiek die erachter zit. En bij ons is dat misschien, was die klik er in het begin iets minder. Ja. En is dat achteraf moeten groeien. Ik denk dat dat beter zou zijn dat je zegt van kijk, ze gaan een project doen en je spreekt erover, dat je weet over wat dat gaat. Dat je dan gemakkelijker kunt praten met elkaar en zeggen, ja, zullen we dat zo niet doen of zo niet doen. Moest het ooit daar begin zijn, dan maken we eerst een praatgroep waar we 5 keer een uur samenkomen en waar iedereen zijn zeg kan zeggen en zo. En eventueel zelfs zijn zeg zeggen over een of andere artiest waar we mee zouden samenwerken. Ik zou het anders aanpakken. Het verhaal is ontstaan gedurende heel het proces. Aanvankelijk zijn we gestart met het idee van oké, we gaan een draak maken met die linkmachine en dergelijke. En dan gedurende het proces, alle zaken die gebeurd zijn, zijn er eigenlijk in verwerkt geweest. En de mensen hebben zelf een eigen idee er eigenlijk in verwerkt. Dus dat heeft eigenlijk een hele onderliggende manier van communiceren bij elkaar. Ook een beetje hun betrokkenheid naar dat ding dat eigenlijk ook geïmposeerd werd. Of dat van bovenaf eigenlijk geïnstalleerd werd. Dat heeft eigenlijk veel meer zaken blootgelegd en eigenlijk is nu voor mij het proces pas begonnen. Het is iets anders geworden dan dat ik initieel gedacht had. Dus ik denk dat dat er hier geen grootse kunst gemaakt geweest is. Maar langs de andere kant is er toch wat naar boven gekomen. Maar de meeste mensen zijn hetzelfde. Wij willen meewerken als je zegt wat we moeten doen. Maar ze komen niet zelf met die ideeën. Dus als ze zeggen, ja, je moet dat doen, ja, iedereen, ja, oké, we gaan dat wel doen. Wat ik vastgesteld heb, is dat mensen sneller gaan een mening durven zeggen, sneller met een idee naar voren komen. Ja. Er zijn er toch die zeker in de eindfase hier zo'n explosie van creativiteit gekregen hebben, waarvan dat je wel ook wel wist dat dat ergens erin zat, maar dat het er dan ook nog zo expliciet zou uitkomen, ja, dat was misschien wel dan toch nog verrassend. De bedoeling is om te zien in hoeverre dat kunst de economie kan veranderen of dat de mensen anders gaan hun job bekijken, gaan creatiever hun job bekijken. Ik denk niet dat dat enige invloed hier dat hier gemaakt heeft op het uitoefenen van iedereen zijn job. Terwijl dat eigenlijk veel minder om het kunstwerk gaat, maar om het feit van wat dat een proces is en wat dat allemaal teweeg brengt en zo. Als er een terugverdieneffect is, is het echt dan wel is dan wel die clash geweest tussen kunstenares en bedrijf. Dat wij, en hoe komt dat nog wel tegen? Dat wij af en toe moeten gedwongen worden om af te stappen van het routineuze, dagdagelijkse, de dingen dat we kennen en de dingen die moeten gedaan zijn. En dat we daar een keer moeten uitstappen en zeggen wat dat we denken, zeggen wat dat we willen veranderd zien.
hoe dat wij tegen de wereld aankijken. En dat heeft dan toch, allee, uiteindelijk zijn we wel een modebedrijf. Ja. Dat is eigenlijk wel belangrijk. Dus moet je ze de tijd en de kans geven en de stimulans geven om het te doen. Ja. En misschien zijn wij vroeger te vlugge beslissers en het moet allemaal rap rap en vooruit gaan, dat we daar soms overwalsten. Vroeger ging je zeggen, ik zei het zo, 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 zo en voer maar uit. Nu niet. De katalysator is de kunstenaar, maar we mogen ons niet te dichterbij betrekken. Ja. We moeten ze laten doen. En ik denk dat ze dat ook appreciëren, want uiteindelijk krijgen ze, niet iedereen pakt dat, maar de meesten die een verantwoordelijkheidszin krijgen, gaan dat dan ook vastnemen om te zeggen van, kan ik dat ook. Ze hebben voortgedaan, zonder Els, zonder Julie, en het staat er bijna. Het meest interessante van heel dat ferie, dat er een depping is geweest. Ja, voilà. Daar hebben we het meest uit geleerd, vind ik. Ja.